dan heb je de spanning, de sensatie, ja, de adrenaline gevoel. Ik ga nu in de vlieger, ik stap erin vol vertrouwen. Ik weet wat ik moet doen. Ik vraag een beetje amuseren met de mensen rond mij. En dan ga ik gewoon, ik ga gewoon buiten aan de deur in de wind en dan voel ik me echt thuis. Dat is voor mij mijn tweede thuis, zou ik zeggen. Dat is enorm gewoon. Als je dat na een maand niet meer hebt gedaan, dan is het wel een beetje, eerst sprong van de dag is een beetje zenuwachtig. Maar daarna wordt het echt gewoon relaxed. Echt een vies gevoel. Het was tussen leuk en stress en een beetje paniek de eerste keer. Spanning. Ik voelde de eerste keer heel veel spanning. Ik wist eigenlijk niet wat er ging gebeuren. Het ging allemaal zo snel. We moeten altijd de gevaren in de achterhoofd houden. Dus we zijn daarvoor opgeleid om onze noodprocedures te doen wanneer het misgaat. Dus daar moeten we wel op voorbereid zijn. Ik ben altijd heel blij dat ik op de grond sta, maar ik was ook heel blij dat ik in de lucht ben geweest.